is wel de hoogste toren waar je, waarin je speelt, denk ik. Ja, dat klopt, ja. Ja, dat is meestal als ik mensen de toren opneem en die vind ik toch niet aardig over me. Dat is natuurlijk zo rechts. En dan kom je nooit meer terug. Duister. Ja, is een van de gangen. Je kunt hier. Je kunt hier wel omheen lopen. Dat is wel smal, zeg. Deze. Nog een trapje. Maar. Ik heb ze toch ooit wel eens op. Kijk eens. Ik dacht al, ik had er ooit eens een open. Ja, dit is het, hè. Ondanks de heiligheid komt het toch nog heel ver, daar het archief. Ja. Dat is net van de andere kant natuurlijk, hè. De draad van de grote klok. Oh ja, ja, ja. Dat wordt ook allemaal regelmatig onderhouden, neem ik aan. Ja, er komt twee keer per jaar een monteur van klokkengieterij IJsbouts. En die loopt alles na. Dus wel de naam op het gebied van klokken en IJsbouts. Ja, want jij bent ook de man die de mogelijke gebreken signaleert en dat soort zaken. Dat is eigenlijk ook hoort dat bij jouw werk. Ja, wat ik tegenkom bij het spelen, zeg maar, als een toets het niet goed doet of ik hoor rare geluiden, dan moet ik even bellen. En dan komt de monteur en dan wordt er gekeken wat er aan de hand is. Ja, oké, helder. Daar staat hij. Ja. Oh shit. Maar dat scheelt. Dat scheelt, hè? God, dat is hartstikke goed, maar goed. Bouwtje te trillen en dat is oorverdovend. Dus ik heb het één keer gehad, dat is niet echt lekker. Maar je ziet het inderdaad, of je hoort het aankomen, je weet dat het is. Ja, ja, ja. En vorige keer hadden we het nog over die vraag van, als nou de klok niet goed loopt, loopt de muziek dan ook niet goed? Of is dat onafhankelijk? Dat is eigenlijk al onafhankelijk, ja. Ja, ja, ja. Ja. Oké, dus dat merk je gewoon niet. Ik had er eigenlijk nooit op gelet. En wat ga je nu wat ga je doen vandaag? Want het is donderdag. Het is donderdag, marktdag. Dat speel je altijd? Of? Dat speel ik altijd, behalve in de wintermaanden. Dat speel ik om de twee weken. Ja, en ik zoek eigenlijk altijd muziek uit die een beetje voor iedereen is. Dus ik speel wat klassiek, ik speel wat pop, wat jazz enzovoorts. Maar nu zijn we er en we hebben een paar weken terug heel even kennis gemaakt. Ja, ja. Maar vertel nog even heel kort, Janno den Engelsman. Hoe oud ben je? Wat doe jij allemaal precies? En hoe zit dat nou met een bijaardier? Want je bent een bijaardier. Ik ben een bijaardier. 46 jaar. Niet 46 jaar bijaardier, maar een jaar of 15 ongeveer. Ik speel hier in Middelburg. En ik speel ook in Zierikzee en ook in Bergen op Zoom. Het zijn allemaal drie hele verschillende instrumenten. Ook drie andere steden, dus dat maakt het leuk.
En in die steden, door wie word jij dan betaald? Door de gemeente zelf? Door de gemeente zelf, ja. Dus eigenlijk de Beiaardkunst, hoe kun je het noemen. Dus wat je hier ziet, zo'n klavier en die klokken in de toren en de melodieën die klinken. Dat is al zo'n 500 jaar oud. En steden waren altijd heel trots op dat er een klokkenspel in de toren hing. Want ook vanwege de tijdsaanduiding en ook als muziek. Zeg maar op de achtergrond bij markten en bij feestelijke gelegenheden in de stad. Als dat goed bespeeld moest worden, werd er dan een beroepsbeiaardier aangesteld. Ja. En dat is eigenlijk een traditie die nog steeds zo is. Maar zo'n orgel als, of zeg ik het goed? Een orgel is misschien niet het goede woord, of wel? Het instrument? Ja, dit noem je een speeltafel. Een speeltafel? Ja. En de speeltafel is onderdeel van de Beiaard. Of het carillon wordt het ook al genoemd. Een oud-Hollands woord is klokkenspel. Maar dat kan ook een beetje grappig uitgelegd worden. Ja, daar zat ik nog in. Maar is het zo dat iemand die goed een kerkorgel bijvoorbeeld kan bespelen, kan die ook dit bespelen? Of is dat echt een andere tak van sport? Dat is echt een andere tak van sport. Je hebt wel het voordeel als je orgel speelt dat je dan ook met pedalen speelt. En dat heb je bij een bijaard ook. Een bijaard klavier heeft ook pedalen. Dat is om de laagste, de grootste klokken te bedienen. Dus dat is het voordeel. En voor de rest is het eigenlijk meer, lijkt het meer op een piano met hard en zacht spelen en zo. Ja. En dan is er ook zo'n basisvraag, want dat heb ik begrepen dat heel veel mensen dat niet weten. En ik eigenlijk ook niet. Maar je hebt hier natuurlijk de muziek die inderdaad op het half uur of het hele uur... wordt gespeeld, en dat gaat automatisch, dat is een automaat. Dat is een automaat. Maar Het is wel muziek die jij hebt gearrangeerd of gecomponeerd, toch? Ja, ja. Maar hoe werkt dat dan? Nou, ik zoek... Je hebt nu Billy Joel bijvoorbeeld deze maand. Ja. Ik zoek een stukje uit van wat is leuk. Ik heb nu deze maand, sluit ik aan bij juni festivalmaand. Er staat nu een jazznummer op en nog een liedje, een shanty voor... het Middelburg Volkoren. Okay. Dat moet ik dan thuis eigenlijk bewerken met een muziekprogramma, zodat het past op deze bijaard. Want ik heb 48 klokken, dus daarbinnen moet het passen. En hoeveel heeft bijvoorbeeld Zierikzee? Hoeveel klokken? Daar zijn er 36. Dus je moet echt per toren componeren of arrangeren? Ja, 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 okay. Ja. Ja, en deze toren, deze klokken zijn zwaar. Dus echt, dat noem je een zware bijaard. Dus die klinkt laag. Dus daar moet je ook weer anders voor schrijven dan voor een toren die veel lichter is. Je moet eigenlijk steeds de klank van het carillon waar je voor schrijft in gedachten houden. En dan moet je dat opschrijven. Dan maak ik er een MIDI-file van en dat wordt dan in de computer gezet. Ja, en die computer staat hier ook? Is dat... Dat is dit kastje. Dat is eigenlijk alles? Ja, ja. Het systeem is mij niet bekend. En die regelt de uurslag als er een luidprogramma is. Het kan zijn dat die de luidklokken luiden op bepaalde momenten. Dus ik geloof hier niet hoor. Dan kun je alles uitschakelen. Je kunt... Ik zie daar ook een briefje op de deur. Staat de automaat aan? Ja. Wordt dat wel eens vergeten bijvoorbeeld? Dat kan je wel eens vergeten, ja. Ja. Dat moet je dus elke keer als je hier bent geweest. Dus jij zet hem uit als je gaat spelen? Ja, als ik ga spelen dan zet ik hem uit. Dat is met deze knop. Dan gebeurt er verder niks. Dan hoor je geen automatisch spel. Als ik dan wegga, dan zet ik hem weer aan. Maar is het ook wel eens, komt het ook wel eens voor dat er dan opeens iemand belt van... je bent hem vergeten aan te zetten, kom eens even terug of zo naar Middelburg? Ja, dat niet. Maar je hoort wel meestal na een tijdje van... hé, er is iets, we horen niks. Of, ja. Dus dat kan wel, ja. Ja. En slaat het ook wel eens op hol bijvoorbeeld, dat de muziek opeens veel te snel loopt of iets in die geest? Of... Nee, dat eigenlijk niet. Tenzij er blikseminslag is of zo. Ja, want de klokken zijn natuurlijk behoorlijk vaak van slag, maar de muzikale klokken eigenlijk dus niet. Die eigenlijk niet, nee. En wat is dat nog voor versterker daar in de hoek? Dat is de versterker, daarmee kan ik de zware klok horen die waar we net bij waren, die twee verdiepingen lager hangt. Oh, want zonder versterking komt dan, dat dan hoor ik hem niet. Oké, dat is wel. Dus, ja. Oké, en wat ga je nu vanmiddag spelen? Ik ga wat, even kijken. Ik ga wat walsen spelen. Ik ga wat oude muziek spelen. Ik ga wat Disney spelen.
Hey, voelt dat nou, ben ik ook wel benieuwd naar. Dan zit je natuurlijk, je zit hoog en droog boven de stad. Je bent eigenlijk nu ja, on top of the world. Ja, ja. Maar heb jij nu ook nog zoiets als een soort concertzenuwen? Want ja, je ziet niet het publiek, maar heel de stad hoort je bijna. Ja, ja, ja. Maar wat gaat er door je heen? Nee, maar dat is best gek, lijkt me. Ja, ik heb wel altijd dat ik geconcentreerd moet zijn om te spelen. Want als je dat niet bent, dan ga je rare fouten maken of zo. Dus dat is heel goed. Dus ik kan vanaf nu beter mijn mond houden en gewoon kijken wat je doet en luisteren vooral. Ja, nou als ik tussen de stukken door kun je gerust vragen. Oké. Dus, er zitten gewoon pauzes in. Ja, ja. Nou goed. Ja, dan kan ik misschien ook, als ik het echt verschrikkelijk vind, kan ik vluchten. Ja, dan komt toch voor het hekje uit. Hè? Ja, precies. Dat is waar, ja. Nou, allee, we gaan het horen. Succes. Dankjewel. Even alles checken op de... Ja, dat zijn draden die gaan naar de klepel toe. En door het weer, dat is natuurlijk metaal, krimpt het of zet het uit. Oké. En, maar alles wat jij oefent, dat hoort ook iedereen. Ja, in principe is een bijaard niet om te oefenen. Maar dat doe je meestal thuis op een oefenklavier. Oké. Dat is eigenlijk hetzelfde als dit. Alleen zitten daar metalen klankstaafjes aan, dus geen klokken. En daar kun je het heel goed mee benaderen, het spelen in ieder geval. Oké. Ja. Dat is echt stoppen inderdaad. Als ik nou niet afregel, dan hoor je dit. Dan slaat hij dood. Ja, 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 ja. Je hoeft er niet zo heel veel kracht voor te zetten, geloof ik. Nee, dat valt reuze mee. Ja, vooral in dit gebied. Dit zijn de kleine klokjes. Kleine klokjes met kleine klepels, dus dat is licht. Hier naartoe wordt het wel zwaarder. Ja, ja. Maar je hoeft er nog net niet aan te gaan hangen. Nee, dat klopt. Hier wordt het al zwaarder. Ja, meestal dit gebied doe ik alleen met de voeten. Moeten we schoon naar Elektra even bellen? Eigenlijk wel, ja. Nou, ik zat dus bij... Een beetje frisse lucht, dat is lekker. Zo. Is het hier in de winter ook een beetje te doen qua temperatuur? Ja, er is gelukkig een kachel. Dus die, dat gaat wel. Ja. Zomers kan het hier lekker warm zijn. Een beetje te lekker warm. Ja, dan zit je in je zwembroek te spelen. Ja, bijna wel. Ja, je kunt ook niet alles openzetten, want dan wordt het weer zo hard met de tonen. Met ja. Zo dat in mijn eens. Thank you.
toch iets te maken met het sympathieke café onder andere? Ja, dat is op hun verzoek eigenlijk. Hè, dat ik speel. Ja, want betekent dat je ook wel eens dat je gewoon verzoekjes speelt, ja? Of is dat een beetje te mooi gezegd? Ja, die speel ik. Dat doe je wel, ja. 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 Dan krijg je wel een bakje koffie van dat de familie. Dat kijk, dat is een goede deal. Ja. Je hebt hier ook nog de Bijaardierschool voor gevolgd, toch? Of een opleiding van meerdere jaren. Ja, in Amersfoort zit de Nederlandse Bijaardschool. Dat is een hogeschool voor bijaardiers. Een heel klein schooltje. Studeren jaarlijks geen tientallen mensen af. Het is onderdeel van het conservatorium in Utrecht. En daar studeer je dan 4 jaar lang. Maar wordt er dan ook gewoon dagelijks gespeeld in een toren, of moet ik me dat dan weer voorstellen? Ja, je hebt daar een aantal oefeninstrumenten, dus in dat gebouw van de school. En verder kun je op in Amersfoort, de Lange Jan heet die ook trouwens, de toren. Daar kun je ook oefenen. Dus op bepaalde tijden, mensen beneden in de stad weten ook van, daar wordt geoefend, op maandagmiddag bijvoorbeeld, of dan kunnen ze daar toch rekening mee houden. Maar hoeveel bijaardiers zijn er eigenlijk nog in Nederland? Ja, zijn dat er misschien 80 of 100 of zo? Ja, dat is een kleine groep. En, ja. En jij bent met je 46 jaar, ben je dan een van de jongsten of is dat een vergrijzende doelgroep? Of? Er zijn wel wat jongeren die ook bij uit oefenen of studeren. Pas ook wat benoemd. Dus het is een iets ouder wordende groep. Dat ja. Volgens mij ben jij ook de eerste bijaardier ooit die ik ontmoet, dus dat heb ik heel bijzonder. Maar er zijn er toch nog zo'n 80 of 100. Ja, dat klopt. Ja. Okay. Zie je hem al staan. Het is ook een hele mooie bijaard. Het staat ook bekend in Nederland als een mooi instrument. Een grote bijaard. Dus het is ook wel een eer om erop te spelen. En hoe lang doe jij dat al in Middelburg? 2 jaar. En van wie nam je dan het stokje over? Was dat iemand die het al heel lang had gedaan? Nee, dat was Geert de Hollander. Oké. Okay. Een bijaardier uit Antwerpen. En die heeft dat 1 jaar of 5 gedaan, denk ik. Ja. En toen is hij naar Florida vertrokken. Ja. Het was nog een beetje lastig om dan hier te komen spelen. Ja. Maar zeg je nou van, ik zou er nog veel meer mee willen doen? Of, en wat vorig jaar speelt hij bijvoorbeeld de Roze van Middelburg 800? Ja, en, inderdaad, je gaat dus ook in op een juni festivalmaand. Ja, klopt. Maar zijn er nou ook dat je daar zelf wens hebt? Dat je zegt van, nou, dat zou ik dan echt wel heel graag zelf nog eens willen doen? Of valt dat allemaal wel mee, zulke ambities? Ik zou nog wel eens samen willen spelen met een band of zoiets. En dat dan terwijl, de band beneden staat? En... Bijvoorbeeld, ja. Ja, ah, dat is wel heel en wat ook heel leuk is bijaard en elektronica. Dat is hier met speakers boven de toren zit. Je hebt dus elektronica die vooraf is ingespeeld. En dat je dan met bijaard daar een combinatie mee maakt. Ja, want een paar maanden terug was het overlijden van de DJ Avicii, dat werd in Utrecht werd dat door de bijaardier gespeeld. Dat filmpje ging echt heel de wereld over. Dat klopt, dat klopt. Wat denk jij als je zoiets ziet, vind je dat dan heel mooi of is dat goed voor het vak? Of, dat is goed voor het vak. Je moet wel een combinatie hebben, dus dat je ook gewoon klassieke stukken speelt of leuke toegankelijke muziek, filmmuziek of weet ik wat. Maar dit hoort er af en toe ook bij, dat is wel goed. Ja. Ja, nou, in ieder geval, ik hoorde er heel veel mensen over. Ja. Maar ik hoop met de bijaard in ieder geval een mooi plaatsje in de stad te hebben en de mensen wat te geven aan muziek. Dus ook met de melodietjes op het hele half uur, dat toch wat, wat losmaakt bij de mensen. Nou, dat lukt zonder werk. Ik vond het heel fantastisch dat ik nu even boven ben. Nou, leuk dat je er was. Ja, dankjewel.
Dan hoor ik ook gewoon de draaiogen nog hier. Ja,